De dichte kettingkast ontbreekt hier echt meteen aan. Het komt omdat het hele gewicht van de fiets wat lichter gehouden moet worden. Ook de achterdrager is lichter. Je kan er nog wel wat op meenemen, maar is toch niet zo degelijk als bij de toerfiets. Hij wordt meestal geleverd met velgremmen of eventueel met sporttrommelremmen. En het gewicht van dit soort fietsen ligt zo rond de 15 à 16 kilogram. Meestal uitgevoerd met een 3-versnellingsnaaf en soms met een 5-versnellingsnaaf. Nou, dan dit model wat hier staat, dat is echt al een supersportfiets. We noemen hem ook wel trimfiets. Dat is de fiets die je de laatste jaren erg veel ziet. Hij wordt gebruikt om toertochten of fietsvakanties mee te maken. En hij is wat meer afgeleid van de racefiets. Hij is wat korter gebouwd. Er zitten ook grote wielen in met wat smallere banden, zodat je wat minder rolweerstand hebt. Hij wordt haast altijd geleverd met zo'n racestuur erop. Afgemonteerd met wat lichtere materialen, zoals aluminium voor het stuur en voor de stuurpen. Verder ontbreekt hier ook een kettingscherm aan. Het is een heel open systeem, omdat dit soort fietsen meestal geleverd worden met minimaal 10 à 12 versnellingen. De achterdrager is ook van lichtmetaal, vaak in het aluminium. En de laatste jaren zie je ze ook wel eens met een kunststof achterdrager. Nou, het gewicht van dit soort fietsen ligt zo rond de 12 tot 14 kilogram. En deze damesfiets heeft dan ook nog een apart zadel. Het is wat smaller en het is een echt dameszadel. En daar kom ik in les 3 nog even op terug, op zadels. Want er is wel degelijk een verschil tussen dames- en herenzadels. Nou, hier hebben we hem. Dat is echt het raspaardje van de fietsen, de racefiets. Hij is ontdaan van ieder overbodige luxe. Er zitten geen spartborden op, geen verlichting, geen dragers. Nee, het is gewoon de kale uitvoering. Echt gebouwd voor wat sportiever onder ons, voor de sport of voor de conditie. Je ziet het al, de banden zijn erg smal. Vroeger waren dat altijd tubes. Dat was een band waar de binnenband in opgesloten zat. En dat was dan zelf iets wat moeilijker te repareren. Maar tegenwoordig, zoals bij deze, zitten de draadbanden omheen. Dat is een buiten met een binnenband die je toch zelf kunt repareren. Ook de materialen die hier weer voor worden gebruikt zijn lichtmetaal. Het frame is ook van een lichter materiaal gemaakt, in tegenstelling tot de fietsen die u net gezien heeft. En dit soort fietsen wordt haast altijd geleverd met minimaal 10 versnellingen. En het kan zelfs wel oplopen tot aan 18 versnellingen. Het gewicht ligt zo tussen de 8 à 10 kilogram. En zo'n fiets wordt haast altijd geleverd, hij wordt altijd geleverd met velgremmen. Nou, dit is het wat de 4 hoofdgroepen van de fietsen betreft. Er zijn natuurlijk zat andere fietsen nog, zoals de peuter- en de kleuterfiets, de BMX-fietsen, de mountainbikes en de tandems. Maar daar gaan we in ons cursusboek nog nader op in. We gaan ons nu bezighouden met een heel belangrijk onderdeel van de fiets, namelijk het wiel. Ik heb hier een gedemonteerd wiel meegenomen. Dat is deze. En dan wil ik eigenlijk even puntsgewijs met u doornemen waaruit het nou is opgebouwd. Nou, om te beginnen hebben we uiteraard de buitenband. De buiten- en de binnenband die zorgen voor het rijvlak. Dit is de buitenband. En de binnenband die ik hier los bij me heb, dat is de luchtdrager. En die zorgt als het ware voor de vering van de fiets. Nu is het zo dat zo'n buitenband een bepaalde maat heeft. En het is afhankelijk van de grootte van de velg. Dus dat is eigenlijk afhankelijk van deze maat, van deze chrome stalen hoepel die u hier ziet. Het is dus ook belangrijk als je een nieuwe buiten- en binnenband gaat kopen, dat je even op de buitenband kijkt wat voor een maatje je nodig hebt. Dat wordt altijd vermeld hier aan de zijkant. Het is ook zo dat de binnenband van dezelfde maat moet zijn als de buitenband. Onder die binnenbanden vind je zo'n velglint. En die zit hier over deze spaaknippels heen. Je kan dat hier zien, hier heb je die nippels die uitsteken. En dan gaat dit velglint er zo overheen ter bescherming. Want het kan wel eens gebeuren dat een spaak net ietsje te lang is, of dat er een braampje aan zo'n nippel zit, en dan zou je constant een lekke band krijgen. Dus echt ter bescherming daarvan. Nou, die binnenbanden, die kan je in verschillende soorten uitvoeringen krijgen wat het ventiel betreft. Dit is de meest gangbare en we noemen hem ook het Hollandse ventiel. Ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Om te beginnen zit er een stofdopje op,
Dat kan je er zo afhalen. Dan heb je hier het bovenmoertje. En als je die eraf haalt, kan je het binnenwerk eruit halen. En dat is dit stiftje. Nu is het zo dat voorheen waren ze altijd met een slangetje. Maar het had als nadeel dat het ging verteren. En dit model werkt op een kogeltje en het pompt ook wat lichter. Dus dan heb je twee voordelen. Nou, het andere gangbare ventiel wat wij kennen in Nederland, dat is deze. En dat is namelijk het Franse ventiel. Dat is een ventiel wat vast zit. Het zit namelijk gevulkaniseerd hier in de binnenband. Het enige wat je kan doen is deze stofdop eraf halen. En als je hem op wil pompen, kan je hem even losdraaien. Je kan hem alleen losdraaien, maar niet uit elkaar halen. Mocht zo'n ventiel stuk zijn, nou ja, dan moet je echt je binnenband gaan vervangen. Want aan het ventiel zelf kan je dus niets doen. Nou, ik had het net al gehad over de velg. Dus over deze stalen ring. Die ervoor zorgt voor de maat van de banden. En als tweede zorgt hij ook voor de vormgeving. Zo'n velg heeft een aantal gaatjes erin zitten, waar de spaken in zitten. En normaal zijn dat er 36. Het komt ook nog wel eens voor dat er 40, 32, 28 of zelfs 24 gaatjes in zitten. Maar het is afhankelijk van de grootte van de velg. De spaken, dat zijn deze metalen die hier zitten, die zorgen voor het geheel. Ze zorgen ook voor de vering van een wiel. En ik zal u even laten zien hoe zo'n spaak eruit ziet. Zo'n spaak heeft namelijk hier een kop. Dat is deze omgezette kant. En hier aan de andere kant zit er namelijk schroefdraad aan. En het is zo dat deze spaak in de naflens gezet wordt. Hier bij de naflens zitten dus die gaatjes. Uiteraard in dit geval ook weer 36. Net zoals in de velg. En zo'n spaak die steek je gewoon door de flens heen. En dan moet je even opzoeken in welk gat die terecht moet komen om het nippeltje te monteren. Ik moet hem er even doorheen vlechten, omdat ik deze eruit heb gedraaid. Kijk, en dan hier tegenover vind ik dus het spaakgat. Dan heb ik een nippeltje, dat is dit kleine nippeltje wat ik hier heb. En dat valt hier precies in dit gat in de velg. En dan kan ik hem aandraaien. Nou, en voor dat aandraaien heb je dus ook speciaal gereedschap nodig. En het is niet zo dat dat erg veel geld kost. Dat kan je al voor een paar gulden bij je fietsenmaker krijgen. Dit is er zo één. Dat is een nippelspanner. En deze heeft dus een aantal verschillende maten. Zodat die geschikt is voor sport, racefietsen. Zelfs bromfietsen spaken kan je ermee opspannen. Dan heb ik er hier één. En dat is een wat modernere. Deze is eigenlijk geschikt voor de meest gangbare fietswielen. Nou, wat je nu doet, is deze nippelspanner op de nippel zetten. Ik zal het zo laten zien. En dan kan je hem gewoon zo hier aandraaien. Nou, en dan op een bepaald moment heeft die spaak de juiste spanning. Zoals in dit geval. En zo is het hele net met spaken weer helemaal compleet. Nou, hier in het midden van de naaf zit de lagering. En in dit geval is dat een enkele lagering. Maar het kan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld trommelremmen in gemonteerd zijn en of versnellingsnaven. Maar daar kom ik later nog een keer op terug, in een volgende aflevering. Het lijkt misschien wat onnozel om te laten zien hoe je een wiel moet demonteren. Maar toch in de praktijk kom ik een hoop mensen tegen die daar nog problemen mee hebben. Terwijl het toch zo simpel is. Wat je moet doen is wat lucht uit de band laten lopen. Want vaak... Zo, dat is voldoende. Want vaak is zo'n band breder en dan blijf je hier zo bij de remblokjes, krijg je dan wat problemen dat als je de wiel eruit trekt, dat je de rem wat ontstelt. Nu de lucht eruit is, is de band dus wat smaller. Nou, dan met een goed passende sleutel, 14-15 ringsleutel, draai je de moer aan beide kanten los. Zo. En zo haal je het wiel eruit. Nou, waar moet je nou op letten bij het monteren van het wiel? Heel simpel, vaak zit er een ribbel op de buitenband en die moet corresponderen met de dynamo. Dat is namelijk een anti-slip ribbel. Ik zal het even laten zien. Zet het wiel erin. Even aan één kant vast. Kijk, en dan zie je hier, zie je die ribbel zitten bij de dynamo. Het is erg belangrijk dat die aan de goede kant zit. En dat geldt natuurlijk ook voor het geval als je dynamo aan de achterkant zit. Nou, wat is nog meer belangrijk? Dat het wiel goed in het midden van de vork zit. Je hebt namelijk hier aan deze kant heb je een ruimte. Hier tussen
de velg en tussen de vorkscheden. En die moet aan beide kanten evenveel zijn. Nou, als dat klopt, dan draai je de wielmoer aan. Zo. Nou, en zo is het gedaan. Hoe dat gaat bij een achterwiel, dat wordt nog in ons cursusboek omschreven. Een lekke band is iets wat veel voorkomt. En het is een vrij simpele reparatie om zelf uit te voeren. Ik zal het u laten zien hoe je dat het makkelijkst kunt doen, maar ik beperk me wel tot de dingen die eigenlijk in de praktijk fout kunnen gaan. En voordat je aan zo'n bandreparatie begint, zou ik zeggen, controleer eerst even het ventiel. Want het kan best zijn dat de ventieldelen niet goed zijn. Je kan het beste doen door hier het stofdopje van het ventieltje af te draaien. En dan een klein beetje speeksel om het ventiel heen doen. En mocht het zo zijn dat die lek is, krijg je dan allemaal kleine belletjes hier. Nou ja, bij een Frans ventiel moet je je binnenband vervangen. En bij een Hollands ventiel kan je er gewoon een nieuw stiftje in zetten. Nou, als dit niet het geval is, dan heb je echt een lekke band. En dan moeten we de zaak gaan demonteren. Ik zou zeggen, let erop, als je bij een voorwiel een band gaat repareren, dat je dat doet aan de kant tegen.